bent een buurvrouw? Ja, ik woon net naast hem. Wat heeft u meegekregen van gisteravond? Nou, ik lag op de bank tv te kijken. Ja. Mijn oudste dochter zat op de wc en ze kwam naar me toe. Mijn zoon was boven en hij zei, mama, ik hoor een raar geluid naast. Ik zeg, ja, het zou wel. Op een gegeven moment hoorden we dan de traumahelikopter. Dat rare geluid, was dat een pistoolschot, denkt u? Ja, denk ik, want ja, soms is het niet omschreven, ik heb er geen verstand van. Soms hebben ze wel eens een feestje, wij dachten jongeren onderling, dat het een feestje was gewoon, weet je, dat ze gingen chillen zoals ze het nu maar. Ik woon hier. Gisteravond een groot drama, de 16-jarige Armando, ja. Dood. Ja. Wat heeft u ervan meegekregen? De ambulance was er al, hulptroepen waren er al. En hij leefde toen nog en kort daarna hoorden we van hij is dood. Ja. Ja, vreselijk. Ik heb die jongen van kinds af aan gekend. Ja. Zijn vader is momenteel in Engeland. Ik weet niet, met vakantie of whatever, maar hij was er niet bij. Ja, en dan hoorden we dat hij in zijn been geschoten is. En hadden we toch hoop, weet je. Maar ja, het mocht niet baten, weet je. Ja, ik vind het heel erg. Mijn kinderen zijn allemaal in shock, want het is een buurjongen die dagelijks bij ons over de vloer kwam, snap je? Hij had zijn eigen kringetje, die Armando. Wat bedoelt u daarmee, had zijn eigen kringetje? Hij had zijn eigen vrienden, dus niet vrienden uit de buurt. Kijk, hier hebben de vrienden, die kinderen die met elkaar zijn. Ik heb ook 3 kinderen gehad, die zijn met elkaar opgegroeid. En ze hebben nog steeds contact, ze hebben een groepsapp, dus een vriendengroepsapp. Hij zat er niet in. Hij was niet eenzaam hoor, daar niet, want hij was altijd met vrienden. Maar hij had zijn eigen clubje. Ja, hij was een hele lieve jongen. Ja? Ja. Hij was 16 jaar? Ja, 16 jaar. Heel jong. Hij voetbalde met mijn dochter ook. Snap je? Ja. Nee, ik schiet vol, dus